we moeten de punten gewoon thuis houden en ja, dat is het belangrijkste. Is dat te doen, denk je, tegen Go Ahead? Dat is zeker te doen, maar ja, we moeten het maar kijken morgen en kijken wie er beter is. Waar liggen jullie kansen, denk je, tegen hen? Ja, ik denk dat we, ja, dat we gewoon, dat we ook thuis spelen, natuurlijk ook een voordeel is voor ons. En ik denk dat we de punten gewoon thuis moeten houden. Tot op heden is dat dit seizoen nog niet echt gebleken dat het een voordeel is. Maar het kan natuurlijk een voordeel zijn als het publiek erachter gaat staan. Nou, ik denk na de winterstop dat, dat we het goed hebben gedaan thuis. En ja, we kijken zien we morgen wel. Nou, dat moet dan liggen aan de komst van Jean Kluiber. Die kwam toen nog. Ja, dat kan ja, maar daar ga ik niet vanuit. Nee. Nu zit je hier nog maar net. Kwam over van Utrecht. Een paar wedstrijden gehad inmiddels. Zondag speelde je tegen PSV. Tevreden eigenlijk? Nou, ik ben wel tevreden, ja. Alleen over de eerste helft niet echt. Over mijn eigen spel. En ja, over de tweede helft ging het goed. Ben ik een paar keer gevaarlijk geweest. En ja, het ging goed. Je bent hier binnengehaald als rechtsback of rechtshalf, hè? Ja. Waar ligt eigenlijk jouw eigen voorkeur? Toch voor rechtshalf. En daar speelde je tegen PSV? Ja, klopt. Ja. Voelt dat dan meteen ook anders? Dat je dan staat van, hey, dit is mijn plekje. Nu kan ik meer eigenlijk doen wat ik in me heb? Ja, je kan... Ik ben ook gewend om op die plek te spelen natuurlijk. En dat heb ik jaren gespeeld. En ik ben sinds anderhalf jaar, twee jaar nu ook rechtsback gaan spelen. Maar ja, op het middenveld kan ik me meer uit en meer laten zien. Nu heb ik wel begrepen dat tegen PSV, jij zegt over de eerste helft ben ik niet op tevreden. Maar de meeste mensen zeiden, nou dat viel lang niet tegen. Funzo Oyo, jullie voormalige aanvoerder, is natuurlijk lang geblesseerd. Dan is die plek op rechtshalf eigenlijk vrij als jullie 4-4-2 blijven spelen, toch? Ja, dan is hij vrij. Maar ja, ik heb dan tegen PSV gespeeld. Ik weet niet... Ja, zijn er veel kapers op de kust? Ja, er is altijd concurrentie in het team. En ja, je moet elke training moet je laten zien dat jij er wilt staan en dat jij daar hoort. Dus, ja. Je bent hier natuurlijk wel heen gekomen met één bedoeling, veel spelen. Ja, dat is correct, ja. En dan zie ik toch een kleine glimlach, want kennelijk gaat het toch wel aardig dan voor je gevoel. Nou, ik heb nu dan tegen PSV gespeeld, tegen AZ ook de eerste wedstrijd. En ja, ik hoop dat ik nog meer wedstrijden kan gaan spelen. Nu ben je hier binnengekomen bij een team dat afgetekend laatste staat. Wint NAC ook nog eens, staan je nog verder laatste. De trainer is opeens weg. Er gebeurt wel aardig wat sinds je aangekomen bent. Ja, er gebeuren wel dingen, maar dat heb je overal wel. Er gebeuren overal wel incidentjes en de trainer gaat weg of dit of dat. Maakt niet uit. Nou, het maakt niet uit, dat lijkt me sterk. Maar je hebt gelijk, overal gebeurt wel wat en toch, het is hier redelijk dol geweest de laatste tijd. Ja, dat wel, maar er is al genoeg in de pers gekomen en dat is nu klaar. Maar hoe is het voor jou? Want jij komt hier. Jij wil voetballen. Je denkt, nou, FC Dordrecht, degradatiekandidaat. We moeten vechten voor elk punt. Ik ga lekker voetballen. En in één keer gebeurt er van alles om je heen. Dat is toch ook vreemd om dan binnen te komen? Nou, het is niet vreemd. Ik moet me gewoon laten zien op het veld. En het maakt niet uit of de trainer weggaat of wat er ook gebeurt. Ik moet me gewoon laten zien. Dat is het belangrijkste. Hoe moet ik dat dan bekijken? Er gebeurt wel van alles, maar voor jouzelf is eigenlijk weinig veranderd. Ja, voor mij is helemaal niks veranderd. Ik train en ik ben ik voel me goed en ik wil mezelf gewoon laten zien in het veld ook. Ja, ga je er eigenlijk vanuit dat je tegen Go Ahead gaat spelen na die wedstrijd tegen PSV? Nee, ik ga er eigenlijk nooit vanuit. Ik moet gewoon laten zien op het veld wat ik kan. Ik moet elke keer moet ik 100% meer dan 100% geven op het veld. En dan zien we aan het einde van de week wel of ik erin sta. Houdt het ook nog een beetje, hangt het nog een beetje af van het systeem, denk je? Dat je op een 4-4-2 systeem... Komt er eerder een plek voor jou vrij misschien als rechtshalf, 4-3-3, dan wordt het moeilijker. Of dan moet je je echt gaan richten op rechtsback, moet ik het zo zien? Nee, wat ik net al zei, ik moet me gewoon laten zien op de training dat ik in de basis hoor. En zo moeten we het bekijken. Ja. Nou ja, jij oogt wel tevreden in ieder geval nu. Nou, ik ben gewoon blij en ik voel me goed, dus ik ben er klaar voor. Nou, nog erin blijven, hè? Geloof je daar nog in? Iedereen zegt, ah joh, Dordrecht ligt er al lang uit. Het is leuk dat ze een jaar hier zitten, maar... Kansloos. Of denk jij stiekem toch dat er nog een strohalm is? Nou, stiekem denk ik dan niet. Ik weet dat wij de kwaliteit hebben om erin te blijven. En ja, NAC moet dan puntjes gaan laten liggen. Wij komen ook nog tegen NAC te spelen. Dus die moeten we dan ook winnen. En dan kunnen we wat druk op hun leggen. Laat dat dan mijn laatste vraag zijn. Jij komt van Utrecht. Dat staat toch echt wel een fix aantal plekken hoger dan jullie nu staan. Is het daar ook echt zoveel beter kwalitatief? Is daar de trainingen zijn het van veel hoger niveau? Of denk je, nou, wij kunnen hier ook wel aardig voetballen? Nou, ik denk dat we hier ook wel aardig kunnen voetballen. Alleen ja, bij Utrecht heb je wat grotere namen natuurlijk. En dat is het verschil. Ja, is dat de naam? Want grotere namen kunnen ook slechte voetballen soms. Je kan ook onbekende jongens hebben die zomaar waar iets magisch kan ontstaan of zo. Maar is het niveau daar echt wel een stuk hoger? Ja, het niveau is natuurlijk ook hoger. Maar hier, ik ben hier gekomen en ik vond ook gelijk dat het niveau hoog was. Dus ja, voor mij
is alleen maar, ja, bij Utrecht liep ik dan tussen de grote jongens. En hier zijn de jongens ook natuurlijk wat jonger. Dus ja. Hier moet jij de grote jongen worden? Nou, ik ben zelf ook nog jong, dus ik moet het laten zien. Ja. Mag ik jou veel succes daarbij wensen? Ja, dank u wel.